Welkom. Je kunt hier wel zijn vanochtend op het gras. Op deze prachtige zomerochtend. Waarin we samen vieren. Vanuit Ockenbroek, Battum, Lettelen. Verbonden met elkaar in geloof. Verbonden als goede buren. We zijn bij elkaar om het leven te vieren. Maar we weten ook dat het leven schaduwkant heeft. En daarom willen we ook vandaag met elkaar bidden voor de nood in onze wereld. Laten we bidden. Eeuwig onze God, hier zijn wij. Met ons goed en met ons kwaad. Met ons zoeken naar recht en onze neiging tot onrecht. Hier zijn wij. Mensen die dromen van een goede wereld. Mensen die niet in staat zijn om die wereld realiteit te maken. Wij komen bij u vanwege alles wat er in onze wereld gebeurt. Aan oorlogsgeweld en economische strijd. Aan tegenstellingen tussen volken en godsdiensten. Aan schending van natuur en milieu. Wij bidden om ontferming. Om levensadem. Om geestkracht. En daarom bidden wij zingend. Wij danken u dat u ons nooit alleen laat. Amen. We zingen het aangegeven Gloria-lied. Aanbid en dankt uw Vader. Aanbid en dankt uw Vader, God, die heeft van eeuwig werd. Aan hem behoort het koningschap en alle heerlijkheid. Verkondigt het men loopt. Laten we bidden. Lieve God, Vader, Moeder, Eeuwige, Vriend. U roept ons op om nu te leven. Geen angst, geen trillende handen, geen knikkende knieën. Want u bent er. En als we verlamd raken op onze weg, pakt u ons bij de hand om samen verder te gaan. Als we met stomheid geslagen zijn, legt uw geest ons onvermoede woorden in de mond. Uw geest vuurt ons aan om het onmogelijke te doen. Om genezend, helend en vergevend door de wereld gaan. Telkens mogen we opnieuw beginnen, krijgen we nieuwe kansen om uw aarde tot een herbergzame plek te maken voor elk mensenkind. Waar liefde is, plezier, ontferming, barmhartigheid. Lieve God, ons hart is te klein om u voor ons leven, voor dit leven, te danken. Schenk ons de kracht dicht bij u te blijven. Als u bij ons bent, dan is het goed. Zo bidden we zingend. Ik nodig pater Jan Brinkhoff graag uit om iets te vertellen over zijn werkzaamheden in Lima en
als een mooie introductie waarvoor we hem wat mee kunnen geven. Goedemorgen allemaal. Fijn weer samen te zijn in de ecumenische dienst vandaag. En voor ik iets over Lima zeg, wat wonen wij toch in een paradijs. Het is zo mooi als je na een jaar weer terugkomt uit de bergen, ja, waar de meeste stenen en zand, dat weet je wel, je kunt dat zien ook. Daar regent nooit in Lima. Dus dan kom je dan hier tussen het groen, bomen, planten, vogels, zoals Mark Brink ook zegt, dat is schitterend. Dat is echt een paradijsje. Als ik Lima begin, ga ik eerst even praten over, eerst even jullie allemaal danken. Want ik ben heel blij met het niet aflatende steun die ik kreeg. Of het nu het letterlijk is, Okkerbroek Bad, een Schalkaar of Nieuw-Heten of de hele omgeving. Ik krijg de steun en daar ben ik ontzettend blij mee. Maar ook dat ik een basis heb, dat is mijn basis, wetend dat hier een basis zit. Hoi, waar ben je geweest, Adel? Wat heb je allemaal gezien? Je ziet nu iets anders, wat misschien wel nog interessanter. Jullie hebben bij de dieren gekeken. Ja, ja, jullie mogen mij zo even gaan helpen. We hebben vandaag gehoord, bij God is leven. En Jezus is de bron van leven voor iedereen. En dat leven mogen we met elkaar delen. We mogen ons verdriet met elkaar delen en onze vreugde. En vandaag willen we dat uitbeelden door het delen van het goede dat groeit, bloeit en vrucht draagt. We delen de overvloed met elkaar. En we genieten ervan, zoals we mogen genieten van het leven. En ik wil vragen of de kinderen erbij willen helpen om te zorgen dat iedereen wat van dit lekkere fruit kan mee eten. We vinden het heel fijn dat u er allemaal was vanochtend, dat we samen God kunnen danken.